10 dagen nadat de cycloon Idai over Mozambique trok, wordt de omvang van de ramp steeds duidelijker. 500.000 mensen is dakloos, er zijn minstens 750 doden en er dreigt een uitbraak van cholera in het getroffen gebied. Het christelijk noodhulpcluster komt in actie voor Mozambique. Bij ons in de studio Arthur Heijstek van Dorcas, die een maand geleden nog in het getroffen gebied was. Goedenavond. Goedenavond. De hulp komt nu pas op gang in Mozambique. Hoe komt het dat het zo lang duurt? Het heeft even tijd gekost voordat de omvang van de ramp duidelijk was. Mm-hmm. Kijk, Mozambique is een hartstikke groot land. En op het moment dat de wegen en telecommunicatie eigenlijk kapot zijn, duurt het even voordat je een idee hebt van wat is nou daadwerkelijk de omvang van deze ramp. Mm-hmm. Op een gegeven moment heeft de president zelf wel aangegeven dat hij verwacht dat er 1000 doden zullen zijn. En de noodtoestand uitgeroepen. En dat heeft denk ik zeker geholpen om de internationale aandacht te krijgen. En kunt u mij schetsen wat de situatie op dit moment in Mozambique is? Kijk, op 15 maart is het dus inderdaad de cycloon Idai over het gehele land getrokken. Van de kust tot en met over de grens van Zimbabwe. Mm-hmm. Huizen zijn verwoest. De stad Beira, de havenstad, staat voor 90% onder water. Zelfs tot 6 meter hoog. Je ziet beelden van auto's die in rivieren verdwijnen, mensen die op bomen en aan daken aan het wachten zijn. Dorpen die eigenlijk weggevaagd zijn door modderstromen en mensen die nu tentjes opzetten langs de weg. Ja, het is een gigantische ramp. Een vreselijke situatie. Ja, laten we even gaan kijken naar wat beelden uit Mozambique. De VN noemt het de grootste natuurramp ooit op het zuidelijk halfrond. Orkaan Idai heeft een spoor van verwoesting achtergelaten in Mozambique, Zimbabwe en Malawi. Gevreesd wordt voor duizenden slachtoffers. Tienduizenden mensen raakten dakloos. Daarom komt het christelijk noodhulpcluster in actie. Deze hulporganisaties zijn actief in het gebied en bieden direct hulp aan de slachtoffers. Geeft u ook? Hoe coördineert de overheid van Mozambique deze hulp? De overheid in Mozambique zelf heeft in elke provincie een kantoor dat verantwoordelijk is voor het managen van rampen. Mm. En daar komen eigenlijk alle verschillende organisaties en bedrijven die willen helpen bij elkaar. Mm. En zo wordt de hulp vanuit de overheid gecoördineerd. Maar het is natuurlijk een ramp van enorme proporties. Kan het land eigenlijk dat wel aan? Qua omvang kan het land er denk ik het zelf niet aan. Daarom heeft het ook een noodtoestand uitgeroepen. Ja. Accepteert het ook hulp van buitenaf. Maar de overheid houdt wel de coördinerende rol. Dat doen ze wel, ja. U was een tijd werkzaam in Mozambique. Ja. Een maand geleden bent u teruggekomen. Hoe zou u het land omschrijven van voor de ramp? Voor de ramp was Mozambique al een van de armste landen van Afrika. Er wonen 27 miljoen mensen. En 60% daarvan leeft naar schatting onder de armoedegrens van $2 per dag. Mm. Als je van de stad Beira, die getroffen is, landinwaarts rijdt tot de grens met Zimbabwe. Mm-hmm. Is eigenlijk 90% van de huizen die je ziet zijn huizen die mensen zelf gemaakt hebben. Met tuintjes daaromheen die hun zelf voorzien van voedsel. Oké, dus ze voorzien eigenlijk zichzelf. Maar dat is nu waarschijnlijk in één klap weggevaagd met deze cycloon. Ja, klopt. 70% van Mozambique is afhankelijk van voedsel dat ze zelf verbouwen. En dat is kleinschalig. Op de plekken waar de cycloon Idai overheen is gegaan, zal dat weg zijn inderdaad. Mm-hmm. En naar schatting is er 360.000 hectare aan gewassen verloren. Zo. Ja. De cycloon is precies over het gebied gegaan waar u ook gewerkt heeft en waar Dorcas een aantal projecten heeft lopen. Wat voor gebied is dat en wat is de impact van de cycloon op dat gebied? We werken in twee provincies. De eerste provincie ligt meer aan de kust en de tweede provincie ligt meer richting de grens met Zimbabwe. Dat is wat hoger. In de eerste provincie aan de kust zie je echt dat we kampen met overstromingen en modderstromen. En in de tweede provincie zie je dat ook. Maar daar zijn meer bruggen weggevaagd omdat rivieren uit zijn oevers zijn getreden. Ja. En het is een arm gebied. Je ziet dat in de steden, zijn wat moderner. Maar zodra je op het platteland gaat, is de meest simpele beschrijving toch wel mensen die hun eigen huis bouwen en daaromheen hun gewassen verbouwen. Ja. Hoe helpen jullie de mensen op dit moment in het gebied, in het rampgebied? Ja, we zijn direct begonnen door naar de overheid te gaan en om te kijken wat kunnen we doen.
Die gaven aan dat in een aantal opvangcentra dat daar een tekort aan schoon drinkwater, voedsel, dekens, hygiëneproducten is. Dus daar zijn we direct mee begonnen. Dus onze eerste focus lag op de opvangcentra zelf. Daar zijn de meeste mensen geconcentreerd. Daar konden we het snelst het meest betekenen. Ja. En naarmate we nu toegang krijgen tot ook meer de landelijke gebieden, beginnen we met het distribueren van waterfilters. Om ook ziekteuitbraken te voorkomen. En gaan we kijken hoe snel we waterinfrastructuur kunnen herstellen. We verspreiden voedsel. Ja. We bieden tijdelijk onderdak. Zoals hele grote stukken plastic die mensen weer over hun huis kunnen spannen. Zodat ze in ieder geval niet in de regen zitten. En daarnaast werken we met verschillende partners samen om ook mensen weer te helpen om hun huizen op te bouwen. Ja, want jullie hadden voor de ramp een aantal projecten in Mozambique lopen. Wat is er eigenlijk na de ramp nog over van die projecten? Is echt alles helemaal weggevaagd? Nou kijk, de mensen die, we werkten eigenlijk in drie gebieden. Water, landbouw en de ontwikkeling van kinderen. Met betrekking tot water kunnen we ervan uitgaan dat de meeste pompen die zijn aangelegd en de meeste putten die zijn geslagen, dat daar iets mee is. Dat daarna gekeken moet worden, dat die schoongemaakt moeten worden of zelfs hersteld of opnieuw aangelegd. Met betrekking tot de landbouwscholen zullen de oogsten van de meeste mensen die aan die landbouwscholen hebben deelgenomen verwoest zijn. Ja, absoluut. Ja, dus dat is wel een enorme impact ook voor uw organisatie daar. Ja. Inderdaad. Nu voltrekt zich in Mozambique weer een volgende ramp. Dat is cholera, de uitbraak van cholera. Hoe komt dat? Cholera ontstaat eigenlijk als de ontlasting van mensen of dieren in contact komt met water. Of bijvoorbeeld met drinkwater. Met drinkwater. Ja. En zo kan zich dat dan verspreiden door water of door voedsel. Zeker in Mozambique, omdat de temperaturen daar nu erg hoog zijn. Wat een goed klimaat geeft voor die bacteriën om zich te verspreiden. Ja, er zijn al een aantal gevallen van cholera gemeld. Hoe groot is de kans dat het ook echt tot een epidemie leidt en tot een uitbraak? Als er niet snel de route van cholera doorbroken wordt. Dus dat betekent dat het contact tussen ontlasting van mensen of dieren en water verbroken wordt. Ofwel dat water niet gefilterd wordt voordat mensen het drinken. Dan kan er binnen weken een epidemie ontstaan. En hoe is die ziekte te bestrijden? ORS. Cholera zorgt eigenlijk voor diarree, waardoor je vervolgens uitdroogt. Dus een goed dieet, ORS en schoon drinkwater. Ja, en vandaag werd bekend dat een Nederland water-expert stuurt naar Mozambique en de VS die stuurt militairen. Wat kunnen zij daar doen? Ik denk dat militairen direct ingezet worden om mensen die nog vastzitten op bepaalde gebieden waar de meeste mensen niet kunnen komen, zullen dat doen. Dus met betrekking met helikopters of boten echt nog mensen gaan redden. Wat de Nederlandse waterexperts kunnen doen, is die kunnen een inschatting maken van hoe is de situatie nu? Wat kunnen we op dit moment doen aan de waterinfrastructuur? Waar is het kapot? Hoe kunnen we leidingen herstellen enzovoorts? Ja. En daarnaast zie je dat Nederlandse waterexperts zijn al lange tijd actief in Beira bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld een groot gedeelte van het drainagesysteem van Beira. Dat is eigenlijk hoe je zorgt dat het water snel wegloopt. Daar is Nederland mede verantwoordelijk voor geweest. Dat systeem werkte ook, maar was nog te klein. Ja, nou heeft de ramp niet alleen Mozambique getroffen, maar ook de omliggende landen, Zimbabwe bijvoorbeeld en Malawi. Ja. En er zijn ook verschillende leden van het noodhulpcluster, het christelijk noodhulpcluster, actief. Wat is daar de situatie? Ik weet dat in Zimbabwe dat TEER daar actief is. Ik heb daar niet gehoord direct van overstromingen, maar wel van een hele heftige storm zelf. Ja. En in Zimbabwe zijn er ongeveer 250 mensen omgekomen. En in Mozambique zijn dat er naar schatting 500. En in Malawi, daar is Red een Kind actief, daar zeggen de cijfers dat op dit moment 60 mensen zijn omgekomen. 60, ja. Dus het lijkt er wel op dat de stad Beira, dat de impact daar op dit moment Het grootste is. Ja. Er zijn veel organisaties ook actief om hulp te bieden aan de getroffen landen. Christelijk Nederland heeft het noodhulpcluster, maar ook organisaties als MedAir en de Verre Naasten die verlenen daar hulp. In welke mate werken jullie ook samen met die organisaties?
Kijk, alle coördinatie, zoals ik eerder al zei, verloopt via de overheid. Het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor het managen van rampen. Ja. Dus als wij in hetzelfde gebied zitten, komen wij ook samen met die organisaties daar om onze hulp op elkaar af te stemmen. Ja. Tot slot, wat kunnen mensen in Nederland doen? Mensen kunnen het Christelijk Noodhulpcluster direct ondersteunen door naar www.christelijknoodhulpcluster.nl te gaan. Oké, dank u wel voor uw toelichting, Arthur Heijsteek van Dorcas.